Wat kan blockchain voor de Rabobank betekenen? Blockchain is heel handig in de samenwerking tussen Rabobank en andere bedrijven. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek. Hierbij heb je al snel 5 tot 10 handtekeningen of documenten nodig om een hypotheek af te sluiten. Met blockchain heb je 1 gedeelte administratie waar al deze informatie staat en al die partijen kunnen dat inzien en controleren op hun eigen computer. Overal waar Rabobank veel samenwerkt met andere bedrijven, is blockchain een goede kans hebben. Denk bijvoorbeeld aan internationale betalingen, aan het registreren van vastgoed of aan de uitgifte van aandelen. Zelfs voor machines en apparaten die zelfstandig betalingen willen uitvoeren, is blockchain een goede kans hebben. Blockchain is een complexe technologie. Om goed te onderzoeken of het nuttig is voor de Rabobank, moeten we met de voeten in de modder. We experimenteren daarop volop in ons Blockchain Acceleration Lab en onderzoeken tientallen testcases. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe we de techniek kunnen inzetten voor het veilig delen van persoonsgegevens. Zo staat bijvoorbeeld op de blockchain dat je je diploma gehaald hebt en dat die informatie rechtstreeks komt van je school of je universiteit. Je hoeft dan geen navraag meer te doen om de echtheid van je diploma te bepalen. Nou, ook onderzoekt Rabobank het cryptogeld, zoals Bitcoin, maar zien dat dit op dit moment nog onvoldoende ontwikkeld is. We blijven het wel volgen. Samenwerken staat voorop in de blockchain-industrie. We doen daarom mee aan een aantal nationale samenwerkingsverbanden. We zijn actief partner van een aantal start-up accelerators en zijn lid van de allergrootste internationale blockchain-alliantie.